Al jaren proberen de gemeentes in het land van Heusden en Altena om samen te werken. Maar alle pogingen mislukten. Projecten op het gebied van personeel en ICT liepen spaak. En toen kwamen de irritaties, soms zelfs vijandigheid. Oud-minister Kees Veerman werd ingeschakeld. En die legt nu een deadline op tafel. Dat is hard nodig, anders blijven ze aan de gang in het land van Heusden en Altena, zo vindt de oud-minister. Als je weet waar je naartoe gaat, dan heb je ook een gezamenlijk doel. En dan is het aan de gekozenen en aan de benoemde bestuurders die taak om daar een vorm te geven. Als je niet weet waar je heen zeilt, is elke wind goed. Veerman hoopt dat de provincie zich nu achter zijn deadline schaart. Want ook die moet zich nu duidelijk uitspreken voor de fusie. Niet meer blijven zwalken van doen we het nu wel of doen we het nu niet. Dat leidt tot frustratie, tot afbraken, tot animositeiten. We hebben gewoon 10 jaar... hier een geschiedenis die niet al te fraai is. De inwoners van Woudrichem zien een herindeling in ieder geval wel zitten. We zijn altijd eeuwenlang een eiland geweest. En sinds ruim 50 jaar geleden zijn de bruggen gekomen. En ja, dat duurt misschien nog even, maar de tijd is er nu rijp voor volgens mij. Ik denk dat zoiets alleen maar gunstig kan zijn, want als elke gemeente op zijn eigen kleine niveautje bezig is, dan denk ik dat er minder uitkomt als dat het één groot geheel wordt. Maar in Wijk en Aalburg en Werkendam is wat meer weerstand. Al die grote gemeentes, ze konden er toch altijd één van leiden.